belachelijke kapsel van Morgan Freeman in Ben Hur inspireerde ons tot de top 5 kapsels. Serieus bedoelde kapsels die volkomen belachelijk uitpakken. Die compleet de plank mislaan en waar je alleen maar kan denken van... What the fuck happened here? Now take your big stick and your boyfriend and find a bus to catch. Wauw. Dus dit was sexy in de jaren 90. Iedereen wil liever de jaren 90 vergeten volgens mij, want ja. Dit kan nooit sexy zijn geweest. Een oorbelletje, een matje dat een volkomen eigen leven lijkt te leiden. Kijk dan. Wow. Het is eigenlijk gewoon een geheim wapen inderdaad, op zijn hoofd. Next time, be more careful when you show your wallet. Oh, hij is ook zo lekker denigrerend tegen vrouwen, hè? Hé, vrouwtje, je hebt je tasje terug, ik ga alweer. Ik ga even drugs Deze stoppen. Vrouw is totaal verbijsterd dat iemand met zo'n kapsel commentaar op haar durft te hebben. Precies. Wie is deze man? Nicolas Cage, een zondaar, een absolute uitschieter op het gebied van slechte kapsels. Maar dit gaat niet over Cage. Wat? Nee, die komt later. Angelina Jolie is nu aan de beurt. Cameramensen, belichters, focuspoelers, niemand, maar ook niemand durfde te zeggen... Hey Angelina, je ziet eruit als een crackhoer. Ja, kijk, ik ben een havensletje en je kan me zomaar pakken hier. Dezelfde pruik die Morgan Freeman heeft gebruikt in Ben Hur. Ja, de pruik die iedereen zegt van, als je deze draagt, krijg je een miljoen extra. Nee, Nicolas, rustig aan, even wachten. Jij komt zo. Colin Farrell, is hij echt Alexander de Grote? Deze man heeft zijn twijfels. Doem, doem, doem. Zou jij kunnen geloven dat een heel volk geïnspireerd zou zijn door een man met zo'n verschrikkelijk kapsel? Dat gaat nooit gebeuren. Hier hoeven we eigenlijk helemaal geen commentaar bij te geven. Ik wil het wel over. Oh, you're too much. It's a joke. Ja, daar is hij dan. Nicolas Cage, de absolute nummer 1 op het gebied van slechte kapsels. Put the bunny back in the box. Dit moet toch wel zijn hoogtepunt zijn qua kapselfoutheid. Voor Nicolas Cage begrippen zelfs een wanstaltig kapsel. Deze man wil hem neerschieten. Ja. Je haar is te fout, sorry. Ja. Je wordt geëxecuteerd. Hoe kan het dat je een grote actiefilm wil maken en dat je hoofdpersoon er dan zo bij loopt? Redneck rapist. Ja, maar dat is toch ook het doel van deze film, dat hij naar huis gaat om zijn dochter te verkrachten? Why couldn't you put the bunny back in the box? Dat was onze top 5 van de meest onbedoeld belachelijke kapsels in films. Durf maar goed. Wij moeten ook naar de kapper. Ja. En voor de rest, bedankt voor het kijken. Duimpje omhoog, duimpje omlaag. Abonneren mag. En tot de volgende keer. Precies. Oh, laat ook even weten of we nog iets gemist hebben. Als we een enorme kapselblunder hebben gemist. Kapselblunder? Kapselblunder. Kapselblunder. Zet hem hieronder.